proeven. Wat ik belangrijk vind en wat veel mensen gelukkig belangrijk vinden, is dat dat bier gedronken wordt, bedacht wordt en gebrouwen wordt in gezelschap. We kennen het natuurlijk allemaal wel bij de Italiaanse keuken. De Italiaanse keuken staat nooit één iemand te koken. Je doet het altijd samen onder het genot van een goed glas wijn. Zo werkt het eigenlijk met bier ook. De Nederlandse keuken is misschien niet zo geraffineerd als de Italiaanse, maar onze biercultuur wel. We houden ervan gezellig met z'n allen wat te drinken. Als wij een biertje openen, dan doen we dat soms in ons eentje. Misschien als het een pilsje is en je eigenlijk gewoon klaar bent met werken en moe bent en voor de tv gewoon wil hangen. Maar echt lekker speciaal bier, een bokbier, een winterbier, een zomerbier, dat doe je met gezelschap. Samen. Dat is een beetje de hoeksteen, ja, komt-ie, van mijn verhaal. Maar met alleen hoekstenen bouw je niks. Dus de bieren die we zo meteen gaan proeven, dat is een beetje de invulling van dit verhaal. Maar 80% doe je met de hand. En misschien weten jullie dat wel, maar als je op de brouwvloer werkt, dan ben je 90% van de tijd ben je aan het schoonmaken. 10% van de tijd ben je aan het brouwen. Dus we mogen onszelf wel echt een ambachtelijke brouwerij noemen. En bokbieren, ja, het is natuurlijk echt een Nederlandse traditie. Naast dat het in Duitsland ontstaan is, hebben de Nederlanders het, ja, de traditie aangenomen en hun eigen draai eraan gegeven. We gaan altijd als craftbierbrouwers gaan we allemaal hartstikke los op bokbier. Iedereen doet zijn eigen ding, iedereen wil onderscheidend zijn. Dat is typisch Nederlands natuurlijk. Hè? We zijn allemaal individuen met een eigen smaak. We willen allemaal iets unieks presenteren. Zo heb je ijsbokken, dat is een bepaalde stijl. Dat zijn hele zware bokken. Je hebt de oerbokken, die proberen wat bij de Duitse traditie te blijven. Je hebt bokken met fruit, je hebt bokken die heel zoet zijn. Je hebt droge bokken, je hebt zure bokken, je hebt rokende bokken. Witte bokken, ja. Je hebt Weizenbokken heb je. Ja, Weizen heb je ook, ja. Ja. Maar is er een markt voor dan? Ja, zeker. We gaan ook een Weizenbok proeven zo meteen. Oké, okay. Ja. Nou, dat is wel leuk. Wij hebben ook een bokbier gebrouwen, dat heet Oma's Pruim. Ja, nou ja, dat was hier de hele tijd al om. Hier de hele tijd al om. Dat kwam wat later achter. Ik ben er net mee begonnen. Ja? Heel jammer. Oké, okay, hartstikke mooi. Maar ik bedoel, je bent net begonnen met brouwen. Oh, je komt net binnen. Zoals ze dat bij ons in de omgeving noemen, je komt koud binnen. En in ieder geval leuk dat de naam Oma's Pruim al jullie getrokken heeft om hier te komen. En dat is ook precies waar de Nederlandse brouwers zich stuk voor stuk mee willen onderscheiden. Met een apart, een eigen en een specifiek verhaal en een specifieke naam. Ja. Hoe vaak is er zo'n tentoonstelling? Wij hebben de regio tentoonstelling is 1 keer per jaar. En daarnaast hebben we dan voor de interne leden nog 1 keer een tafelkeuring. En dan hebben we ook nog eenmaal een jonge vogelshow. En dit is een Overijsselse vereniging? Ja, Overijsselse vereniging. En we zijn aangesloten bij de Pakietis Speciaalclub. En dat noemen ze de PSC. Daar zijn we een onderdeel van. Nou, ik zie er behoorlijk wat... Wat kooien staan, hoeveel deelnemers zijn er ongeveer? We hebben op dit moment 353 vogels hier staan. En dat is echt een record. Vorig jaar hadden we er 253. En we hebben er dit jaar 100 meer. En dat is een enorm aantal. En hoe is het met de bezoekers? Met de mensen die komen kijken? Nou, we hadden gisteravond, was het erg gezellig. Want we hebben hier dus een mooie zitruimte. En tot 's avonds laat hebben we bezoek gehad waar 101 vragen werden gesteld. Het was echt een superavond. En vanmiddag verwachten wij dus dat, net voordat het show sluit, dat er nog wat mensen zullen komen. Maar u bent nogal vroeg, is nog wel vroeg afgelopen, 2:30 geloof ik? Ja, correct, het is 2:30.
We hebben, onze show is al een dag langer dan dat die vroeger was. Maar we willen de vogels zo min mogelijk belasten. Dus je moet ook niet te lang doorgaan. Want je hoort het allemaal. En dat is geen vrolijkheid, maar er is ook een stukje stress bij. En de parkietenvereniging is de OPC, de Overijsselse Parkietenclub. Ik zit hier vanmiddag bij de inschrijftafel. Dus de kinderen die binnenkomen, die kunnen hier een envelop inleveren. En een deelnemerskaart. Als ze klaar zijn, mogen ze het kaartje weer inleveren. En krijgen ze een speldje. In de vorm van een voetje. En een cadeautje. Dit jaar hebben ze geen thema. Maar UNICEF is natuurlijk een organisatie die zich inzet voor de rechten van kinderen op de hele wereld. Dus er is geen speciaal thema dit jaar. Er zijn kinderen die 1 rondje lopen en er zijn ook heel veel kinderen die wel 10 rondjes willen lopen. Ja, het is ontzettend leuk. Er is veel te doen in het bos. Dus ze vinden het erg leuk. Wat denk je? Hou je het droog vanmiddag? Ik hoop het wel. Hey, go! 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 En daarom gaat ze nu meteen maar naar haar bedje toe. Ze pakt haar liefste knuffeltje en zet ze netjes neer. Haar zachte witte schaapje en haar bruine teddybeer. Ze pakt haar poesje en haar aap en ze legt haar pop erbij. En ze zegt: we gaan zo slapen, want de dag is weer voorbij. Natuur in de stad is het thema van de jaarlijkse IVN-tentoonstelling voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. IVN is onderdeel van de stichting Naturhuis Almelo. Vrijdag werd hij geopend in het Hagenborggebouw met uitzicht op de plek waar het Naturhuis zal verrijzen. Het thema van de tentoonstelling is dit jaar Natuur in de stad. Dus we hadden het eigenlijk gekozen omdat er een film zou uitkomen en die komt ietsje later uit. En ja, het is echt wel een heel actueel thema. Ja. Natuur in de stad, is dat niet een contradictie, een tegenstelling? Nee, langzamerhand zie je dat het platteland toch steeds minder te bieden heeft voor beesten. En ze komen hier naartoe en dan vinden ze hier eigenlijk ook wel hun kostje bij elkaar. Henk Jansen deed dit jaar de openingsact. Ik weet niet of je het erg doet herkennen. Let maar eens op waar ik ook werk. Er ontstaan knotwillingen. Bij de kinderboerderij, de Schelvorst, het Hemelshuisje. Nou zie ik hier in de etalage een groot aanhangbord staan van Kern met Pit. Wat wil dat zeggen? Nou, Kern met Pit is eigenlijk een van de heidemaatschappij. En daar kun je dus opgeven dat je iets, een,
iets wil gaan doen met een heel aantal mensen in de buurt. En onze uitdaging was dit jaar dat we een tentoonstelling wilden wat moderner maken. En we wilden dus toepanelen hebben. Ja, we hebben dat eenmaal zo genoemd en dat blijft zo heten. Maar het zijn eigenlijk gewoon losse panelen. Die kun je aan alle kanten aan elkaar zetten. En daar zitten dingen op waar kinderen ook een beetje zelf wat kunnen doen. Want een beetje schrijven, ja, dat doen ze op school ook wel. En het is ook wel leuk dat je wat kan doen. Want dat is de charme van het IVN. Dat vind ik wel. Ja, natuur kun je eigenlijk alleen maar beleven met je handen. Denk ik. En je zintuigen, denk ik. Je zintuigen. Gewoon dat je bezig bent. En het mooiste is als je bijvoorbeeld een dennenappel zelf in je hand kan hebben. En dat je zelf kan voelen en ruiken en zien hoe een dennenappel is. En, ja, en dan zelf over nadenken van waar het bij hoort. Dus dat een eekhoorn die kan eten, de zaadjes eruit kan halen en het kan eten. En dat die zaadjes op de grond kunnen vallen. Dat het een boompje wordt. En, ja. De hele kringloop ook, hè? Ook de hele kringloop, ja. De tentoonstelling Natuur in de Stad is open voor het publiek op de zondagen 15 en 22 oktober van 2 tot 5:30. Bij de ingebruikname van een vestiging van Philips in Almelo in 1967 schonk de Eindhovense gloeilampenfabriek dit kunstwerk van Sjoukje Wiegersma aan de gemeente Almelo. Het staat in de Hofstraat aan het begin van de Gravenallee. I'm not afraid of the dark.
disappear. You don't know, you don't listen to me. Your mind, it seems to disappear. Your mind, it seems to good time anyway, right? You guys having fun so far? All right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. You walk the streets for Monday. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, oh, oh, oh. You don't have to put on the red light. I loved you since I knew you. I wanna talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's the bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, oh, you don't have to put on the red light. Come on, put on the red light. Yeah, put on the red light. Hey, put on the red light. Do you believe in a girl like me? Delana's the one for you to be with. But when I'm caught all alone,
En de Oostvaders gaan verder mee. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.